goed voor het gesprek. Goedemiddag, welkom bij Generate Live, live vanuit Amsterdam. We staan hier op picknick en we gaan vandaag 3 mensen interviewen en vragen ze wat ze aan het doen zijn. Allereerst wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik zal dit samen doen met Marlo Antonius. Hey. En ik wil speciaal de gasten, de kijkers vanuit Amsterdam bedanken. Dus onze eerste gast, welkom. Welkom. Hallo. Wat is je naam? Imer Beamer. Oké, en wat ben je hier aan doen op picknick? Ik doe 2 dingen op picknick. 1 ding is, we hebben een stand in de marketplace. En daar vertellen we over een game die we gemaakt hebben. En straks vanmiddag sta ik op het podium en dan vertel ik ook over die game. Oké, en hoe heet het bedrijf? Butterfly Works. Kunnen we dat terugvinden op internet? Ja, zeker. Butterflyworks.org. Voor de kijkers, check de site. Ja. En wat is het precies voor een game? We zijn een, oké, dus eerst Butterflyworks. We zijn een social design studio. Dus alles dat we ontwikkelen is bedoeld om een sociale probleem op te lossen. En we werken voornamelijk in ontwikkelingslanden en emerging economies. En de game, wil je dat horen? Ja, graag. Oké. De game is een soort Sims in de slums. Dus het bevindt zich in een sloppenwijk. Dus je moet overleven in een sloppenwijk in het spel. En we zijn het aan het distribueren, promoten. In, voornamelijk in Sub-Saharan Afrika. En we willen de discussie aanwakkeren van wat zijn de problemen daar en hoe zou het opgelost kunnen worden. Maar die game, kunnen ze die daar dan ook kopen? Is dat daar mogelijk? Het is een mobile phone game. En je kunt het gratis downloaden. Oké. Dus ook die mensen daar kunnen het gewoon spelen? Ja, je zou je verbaasd zijn waarschijnlijk. Maar misschien heb ik gehoord dat superveel jonge mensen juist een mobiele phone hebben. Want er zijn geen gewone telefoons. En het is het meest belangrijke en leukste ding om te hebben. Want je kunt muziek luisteren, chatten, Facebooken. Dus ja, toch echt wel 30% van jongeren in een stad in Afrika. Kenia, Nigeria, Ghana. Die hebben een redelijk leuk mobiele phone, ja. Oké, en hoe lang is die game al op de markt? 2 maanden pas. Oké, jullie hebben nu al een beetje kunnen kijken of het veel gedownload wordt? Ja, we hebben dus 40.000 downloads. Voornamelijk dus in die landen waar we ons op richten. En ja, dat is eigenlijk vrij aardig, want die markt is toch wel een stuk kleiner dan in Amerika of in Europa. En hoe promoten jullie het? We hebben 2 takken. Eentje is dat we ook gewoon met jonge mensen in de sloppenwijk die inderdaad geen telefoon hebben, game gatherings organiseren. En dan komen ze samen en krijgen ze een pack van ons met een phone en een guide om het te spelen en discussiëren. En we hebben GetJar bijvoorbeeld, dat is een gratis platform. En Nokia in Oost-Afrika is het voor ons aan het promoten op hun webstore. Oké, en is het de bedoeling dat we het nog uit gaat breiden naar andere continenten? Eigenlijk toevallig is het heel populair in Vietnam. We gaan kijken hoe dit bevalt. We hebben een paar andere games in de aanloop. Dit is onze eerste game. Dus alle kinderziektes overleefd en nu weten we beter wat we aan het doen zijn. En gaan we, hoop ik, iets voor literacy. Leren lezen en schrijven op een speelse manier. Naoorlogsgebieden, dus Afghanistan. Zoals Vietnam, onder andere. Ja, precies. Mensen die geen kans hadden om naar school te gaan. Gaat u daar zelf ook heen, naar die landen? Ja, veel. Ja. Oké, leuk. We werken altijd samen met jongeren om die dingen samen te maken. Ja. En vanuit Europa, is er ook een animo voor de game? Ja,
We gaan nu kijken of Nederlanders geïnteresseerd zijn. Die vinden het anders, want het spreekt hen niet gelijk op hun eigen ervaring aan. Dus we gaan kijken hoe we het kunnen tweaken dat het meer interessant is voor mensen hier. Ja. Als je vragen hebt over dit onderwerp, twitter dan mee op hashtag GenerateLife. En wat doet het bedrijf verder naast de game? Misschien moet ik even zeggen dat de game heet Get H2O. Dus je kunt het vrij makkelijk vinden online. Online, ja. Is het allemaal te vinden. Ja. Ook de uitleg over de game. Ja. Oké. Okay. Ja. Nice. En wat wilt u uit Picnic halen? Want u komt hier en het is natuurlijk een platform van mensen die samenkomen. Wat voor resultaten wilt u boeken? Ik hoop dat ik jonge mensen ontmoet zoals jullie bijvoorbeeld. Gewoon om te horen waar jullie mee bezig zijn. Ja. En op Picnic zie je meestal een indruk van waar het veld zich mee bezig houdt op het moment. Ja. Dus de nieuwe trends en technologieën en interessante ideeën van hoe mensen dat inzetten. En daar leer ik van. Oké, en heeft u al een aantal dingen geleerd dat u denkt van oké, dit is wel interessant. Dit kan ik wel meenemen, hier heb ik wel wat aan. Helaas kan ik niet veel vertellen omdat ik er net zo'n beetje ben. Okay. Ik heb Generate ontmoet, ja. Die zijn leuk. Bedankt. Dankjewel, ja. Ja. En ik hoop dat het weer mooier wordt, zodat we dat ook van zeker. De zon hier kunnen. Zodat morgen misschien beter gaat. Ja. Even voor de kijkers thuis, het is onwijs koud nu. Ik weet niet of het te merken is aan ons, maar het is echt koud. Het waait al de hele dag heel erg. Nee, in principe heeft u ook nog vragen aan ons? Dat kan ook, want wij stellen u nou de hele tijd vragen. Ik ben benieuwd of jullie een studentenvereniging zijn of een bedrijf die winst moet maken. Of is het jullie om te leren? Nou, misschien Daphne, kun je een antwoord op? Nou, we zijn een leerwerkbedrijf. En daarin hebben we hbo-studenten en mbo-studenten. Ja. Wij zijn derdejaarsstudenten van in Holland. Oké. Okay. En wij komen hier, wij gaan projecten doen. Ja. Dus het is echt een bedrijf. Ja. En die doet ook projecten voor bedrijven. Onder andere filmpjes maken, social media zijn we erg op gericht. Oké, okay. Heel leuk. Dus dat is wat wij doen. Ja. Oké. Okay. Nou, wij, zeg maar, wat Daphne zegt, dat klopt helemaal. We denken gewoon mee. Stel je voor, u heeft een idee nodig, dan willen we er altijd over nadenken om advies uit te breiden, uit te brengen naar u toe. Dus. Nou, misschien kunnen jullie meedenken over hoe ons game voor Nederlands jongeren zou kunnen werken. Zeker. En het idee bij hun droppen. Oké, dat gaan we zeker doen dan. Als jullie misschien een idee na de hebben. Show kunnen we dan nog, na u, want u heeft een lezing die u gaat doen, daarna dat we dan kunnen leuk. Praten. Heb je ideeën? Zet het op Twitter en we willen heel erg bedanken. Oké, dank je wel. Oké, veel succes. Ja, dank je. Dat is leuk. Heel erg bedankt. Ja hoor, dat kan ik. Ja, komt dat goed? Oké. Hier inderdaad. We zitten hier live inderdaad vanuit Picnic 2011 met onze tweede gast van vandaag. Kan je wat vertellen over de diensten en producten die je levert? Ja, natuurlijk. Mijn naam is Damian Sepp. Ik werk bij The Factory en wij zijn gespecialiseerd webbureau in maken van voornamelijk 3D-applicaties. En andere vormen van virtuele acties, interactie. Virtuele ruimte, games, andere manieren van visuele communicatie online. Het is een digitaal creatief bureau. Nice. Oké, en dit product wat jullie nieuwe product, kun je daar misschien iets over vertellen? Ja, daar kan ik iets over vertellen. Jullie hebben vanmiddag al iets gezien van wat we hebben gemaakt. We hebben gemaakt een eigen applicatie, Sweers genaamd. Het is eigenlijk een flash-based tool waarmee je heel snel en eenvoudig en dus ook goedkoop kwalitatieve 3D kan maken. Zo hebben we bijvoorbeeld een virtueel ziekenhuis gemaakt voor het ziekenhuis Groningen, het UMCG. Waarschijnlijk kennen jullie Google Street View. Ja, dat is bekend. Ja. Nou, wat wij dan doen is eigenlijk Google Street View naar binnen brengen. Waardoor je in dit geval helemaal door het ziekenhuis heen kan lopen. En dus op die manier het ziekenhuis kan leren ontdekken en de weg weet voordat je
daarheen moet voor een behandeling. Ja, ik kan me voorstellen dat de kijkers het best wel een ingewikkeld verhaal vinden. Nou is het zo dat ik het zelf de uitleg heb gehad en het is eigenlijk best wel simpel. Want als je het wel even kan herhalen over de camera, de 3D-camera, dat je gewoon in principe met een camera, je moet het wel aanschaffen uiteraard, die 3D-camera, en dat je dan zelf eigenlijk al zoiets kan maken. Ja, dat is ook zeker interessant of hoe je het zelf kan maken. Het verhaal is ook simpel, maar eigenlijk zou je het moeten zien. Ja, dat is zo. Dat wij het ook heel erg. Nou, misschien kan je de kijkers de link geven. En... Ja hoor, gaan we eens kijken op 3d.tfe.nl. En daar, 3d.tfe.nl. Ja, daar zie je wat wij doen. Maar je had het over hoe je het zelf kan maken. Ja. We hebben een tool gemaakt, die komt ook binnenkort online beschikbaar voor iedereen. Je kan gewoon downloaden en installeren. Maak je zelf 360 graden foto's. Nou, daar heb je speciale camera's voor, maar je kan het ook zelf doen. Die plaats je daarin. En dan kun je je voorstellen dat je een 360 graden view krijgt. Ja. En daarin maak je een aantal punten aan waarin je content kan ontsluiten. En die content kan alles zijn, tekst, film, video. En zo krijg je een hele rijke 3D-omgeving. Even terugkomen op het ziekenhuis. Wat kun je allemaal voor informatie vinden daar, behalve de omgeving? Eigenlijk vind je daar alle informatie die ook op de website staat. Alleen dan geplaatst in de context van het ziekenhuis zelf. Dus daar op de plek waar het ook echt hoort. Dat je een beeld hebt van datgene wat je gaat zien daar. Ja, bijvoorbeeld revalidatiecentrum. De website kan je naar klikken. Revalidatiecentrum krijg je allerlei informatie. In dit geval kan je ook navigeren door gewoon op revalidatiecentrum te klikken. Je gaat dan door het virtuele ziekenhuis heen. Je komt echt in het revalidatiecentrum, achter de computer. Je kunt bekijken hoe het eruit ziet en krijgt daar de informatie, de verdiepende informatie over dat revalidatiecentrum. Hoe zijn jullie tot het idee gekomen? Echt gewoon door Google Street View of zaten jullie er eerder aan te denken? Nou ja, ideeën zijn altijd een combinatie van vragen in de markt, technologie die het mogelijk maakt en je eigen conceptuele vermogen, je creatieve vertaalslag. En wij lopen voor, of hebben een voorsprong in de technologie Away 3D, flash-based 3D engine. En die technologie beheersen wij. En als klanten met vragen aan ons komen, dan weten wij wat we met die technologie kunnen. En zo hebben we dit bedacht. Nice. Goed. Heb jij misschien nog vragen aan ons? Ja, hoe vinden jullie het hier? Ja, geweldig. Ik vind het leuk. Het is de eerste keer. Het is wel jammer dat de zon er niet is. Maar op zich vind ik het hier fantastisch. Je krijgt de mogelijkheid om met verschillende mensen te spreken natuurlijk. Waaronder jij en de dienst die jullie leveren. En dat je uit Groningen komt, een eindje verderop. Ja, als het goed is komen hier mensen van nog veel verder. Ja, dat klopt. Heb je al sprekers gezien? Nee, ik ben hier met een collega en die mocht vanochtend lekker rondkijken en ik mag vanmiddag. Oké, goed. Vragen of opmerkingen, hashtag Generate Life, Twitter mee. En heb je ook nog mensen ontmoet, dus vanuit het bedrijfsleven, waar jij misschien een partnership mee kan gaan sluiten in de toekomst? Dus potentiële... Nou, ik werd getipt door iemand. Niet nader te noemen, maar die hier op tafel zit. Dat zijn hele leuke dingen en dat is het leuke van Picnic. Dat is mijn derde keer op Picnic en je ziet altijd mensen die met nieuwe dingen bezig zijn. Vaak jonge ondernemers of jonge start-ups. En vandaag ook al een aantal dingen tegengekomen. Eén daarvan waar jij me dus op attendeerde was de jongen die heeft eigenlijk een vliegende camera gemaakt. Waarmee die dus eigenlijk 3D of bird-eye view pictures maakt vanuit de lucht. En dat is de street view van Google, street view naar binnen en dan heb je zometeen Airview. Yeah. En daar kunnen wij natuurlijk ook leuke nieuwe toepassingen mee bedenken. Yeah. Maar ik heb ook jongens gezien die plannen hebben hoe je met de community een eigen woonproject kan starten. Mensen met layer applicaties, grafisch ontwerpers, mensen die zich inzetten voor gehandicapten. Dus super breed, maar allemaal gemotiveerde creatieve mensen. Leuk, en het ziekenhuis hebben jullie gedaan en wat hebben jullie nog meer gedaan? Waar hebben we nog meer beelden van gemaakt? We hebben ook een virtuele open dag gemaakt voor de hogeschool, Hans Hogeschool in Groningen. We hebben samen met twee partners de website voor Bluff gemaakt. Waar je een hele 360 graden video... Mag ik even vragen wat de website is? Misschien kunnen we www.bluff.nl. Bluff.nl. En de andere is opendaghanze.nl. Dus, maar die zie je ook allemaal op 3d.tv. Okay. Daar zie je alles wat we hebben gedaan. Oké,
Nou, in ieder geval bedankt dat je ons even te woord wilde staan. En ja, voor de rest geniet eigenlijk nog van picknick. Ja, en succes verder. Ja, oké, okay. Okay, bedankt. Bedankt. Dankjewel. Oké, okay. We zitten hier met de volgende gast, althans hij doet zijn best om te gaan zitten. Hij zit bijna, maar komt wel goed. Ja, toch? Inderdaad, hij zit. Hallo. Hoi. Goeiedag. Misschien kunt u je naam jezelf voorstellen aan de kijkers thuis? Ja, natuurlijk. Ik ben Pieter van der Manden. En wij staan hier met een concept, dat heet Shake the World. En dat heet Shake the World omdat we iedereen op een jonge, energieke manier willen wakker schudden voor de millenniumdoelen. En nou, we zijn hartstikke blij dat we staan in bij de marketplace, dat we hier aanwezig kunnen zijn vandaag. Oké. Okay. Leuk! Is dit de eerste keer picknick? Ja, ja, het is mijn eerste keer dat ik hier ben. En ja, het is waaierig, maar heel gezellig. En heb je misschien al andere leuke dingen gezien om je heen? Ja, zeker. Ja, nou, er zijn heel veel, er zijn heel veel leuke initiatieven in die tent. Ik ben nog niet in bij een presentatie geweest, maar er zijn heel veel leuke initiatieven in die tent zelf. En ook heel veel interactie met andere bedrijfjes daar, dus dat is hartstikke leuk. En voor ons kwamen er ook gewoon leuke dingen uit. Veel enthousiaste mensen die naar ons toe komen. Mensen van mediabureaus uit New York die ons concept wellicht daar willen uitrollen. Dus ja, super gaaf. Kun je iets vertellen over Shake the World? Ja, tuurlijk. Ja. Kennen jullie de millenniumdoelen? Persoonlijk niet. Nee, nou, dat is eigenlijk ook de reden van onze campagne, want heel weinig mensen kennen die doelen, sorry. Yeah. En wij willen dus eigenlijk die doelen weer bij iedereen bekendmaken en laten zien dat iedereen op een hele leuke manier op een toegankelijke manier al iets kan doen om bij te dragen aan de millenniumdoelen. En die campagne heet dus Shake the World, omdat we echt willen laten zien dat het voor een jong publiek is en op een energieke manier kan. Die doelen zijn in 2000 door de VN gedefinieerd om eigenlijk de wereld op allerlei onderwerpen te verbeteren. En wij willen daar een mooie bijdrage aan leveren en laten zien dat iedereen al heel simpel en heel leuk een bijdrage kan leveren. En dat het vooral afhangt van ons als consumenten en niet van de politiek. Dus dat we niet moeten gaan wijzen naartoe. En hoe willen jullie de aandacht trekken van het publiek? Hier of in het algemeen, met de hele campagne? Ja. Nou, we zijn social media natuurlijk zijn we heel erg mee bezig. Daarnaast hebben we afgelopen zomer op verschillende festivals de aandacht van een jong publiek getrokken. Onder andere Mysteryland zijn we geweest. Wat andere dancefestivals in Holland ook, waar jullie toch mee bezig werken. Ja, precies. Daar hebben we ook het openingsfestival hebben gestaan. En verder zijn we nog bezig met... om eigenlijk gewoon via televisie en radio. We zijn bezig met een stopper om een soort commercial-achtig iets te maken. En om zo richting de kerst weer ook een mooie campagne op te zetten. Of een deelcampagne, want de campagne is groot. Maar het gaat dan meer over het kerstgevoel en hoe dat dan met die millenniumdoelen samen gaat. Dus, hoe lang doet u dit al? Ik werk nu een jaar bij de Rainbow Collection. Ik ben vorig jaar begonnen tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika. Toen was ik ook mijn scriptie aan het schrijven over het WK voetbal en hoe het land Zuid-Afrika kon profiteren van het WK. En toen waren wij met de campagne bezig rondom het WK met een oranje armbandje. Wat in plaats van bijvoorbeeld andere materialen die uit China komen of India en waar er veel van geproduceerd worden voor heel goedkoop, voor hele lage prijzen. Dachten wij van nou, we willen iets produceren waar ook het land Zuid-Afrika echt iets aan heeft. Dus toen hebben we die campagne met een oranje supporters armband geïntroduceerd. En daar hebben we de 140.000 van verkocht in Nederland. En daarmee heel veel banen gekeerd in Zuid-Afrika. En ook heel veel leuke ambassadeurs en reacties weer in Nederland gekregen. En zodien is die... zo ben ik erbij betrokken geraakt. En zo is eigenlijk ook het bedrijfje opgestart. Je had het over een armband. Is dat het product waar jullie mee op picknick staan? Ja, klopt. Dat is de... Ja, jullie hebben het al gezien. Het is een armband inderdaad. Wat een soort van tastbaar maakt. Dat je achter die campagne staat. En dat je achter de millenniumdoelen staat. En die armbanden worden geproduceerd in Zuid-Afrika. En met de productie van die armbanden creëren wij onder de banen in Durban, rondom Durban.
Dus eigenlijk een dubbelslag, dat we maken daarmee die campagne tastbaar en aan de andere kant dragen we meteen bij aan werkgelegenheid in Zuid-Afrika. En het zijn verschillende kleurenarmbanden, heb ik gezien. Ja. Staat het nog ergens voor, de kleuren? Ja, je hebt de VN heeft dus die 8 icoontjes van de millenniumdoelen ontworpen in 2000. En elke kleur van de armband correspondeert aan een van de doelen. Dus ja, geel staat voor doel 1 om armoede te bestrijden. Ja. Op welke website zouden ze meer informatie kunnen vinden, de kijkers? Je kan de rainbowcollection.nl is de website van ons bedrijf. Want we doen meer. We doen ook over MVO-concepten en geven advies aan bedrijven daarover. En shaketheworld.org, dat is de website van deze campagne waarmee we hier vandaag actief zijn. Oké. Okay. Als jullie vragen hebben of opmerkingen over dit onderwerp, twitter mee op hashtag GenerateLife. Want zelf hebben jullie ook Twitter en... Ja, we hebben eigen... Ja, tuurlijk, we hebben een Facebookpagina, die heet gewoon Shake the World. Yeah. En Twitter, Shake the World 11. Oké. Okay. En heb je altijd al wat gehad met goede doelen? Nee. Op zich, nou ja, altijd een warm hart ervoor. Maar ik heb zelf bedrijfskunde gestudeerd. En nou, ik ben op een gegeven moment wel geraakt door het bedrijfskundig inzetten van ontwikkelingssamenwerking. De tijd van geld geven is toch een beetje voorbij. Het gaat nu steeds meer om... lokaal ondernemerschap te stimuleren. En dat vind ik heel leuk om dat te doen. En nou, zoals ik al zei, we zijn dus niet direct een goed doel, maar we streven voor een goed doel, zeg maar. Ja. En we geven dus ook advies aan bedrijven. Dus het is ook heel erg dienstverlening aan bedrijven gewoon. Dus, okay. Ja. En waar worden de armbandjes verkocht? Ze worden verkocht bij een webshop, goodforall.eu. Op onze eigen website kan je daar een link naartoe vinden. Ze worden verkocht ook bij de Bijenkorf dit najaar, bij de Wereldwinkels en de Waarwinkels. En we hebben ook nog een ander concept dat ligt bij de HEMA. Dat is onder de Return to Sender collectie van Katja Schuurman onder andere. Okay. Die zijn gewoon los te koop, die armbandjes. Ja, dus ook de kijkers zouden die eventueel kunnen kopen? Ja, ja zeker. Ja. Okay. En is dat alleen in Nederland of alleen in Europa of worden die wereldwijd verkocht? We verkopen ze in Nederland, in Scandinavië en in Zuid-Afrika. Daar hebben we ook een kantoor, ook waar de productie plaatsvindt. En we zijn ook nog aan het kijken, bijvoorbeeld, we spraken dus vanochtend met iemand uit New York die graag wil bijdragen. Dus we willen eigenlijk dat die olievlek, zeg maar, van Shake the World zo langzaam de hele wereld overgaat. Dus, en doen jullie dat door middel van netwerken? Of hebben jullie ook andere manieren om het de wereld in te brengen? Voornamelijk door middel van netwerken inderdaad op dit soort dingen en we krijgen ook soms gewoon hele spontane verzoeken via de website en dus op die manier ontstaan dat soort dingen ook vaak en dat is ook wel denk ik de kracht, het moet uit iemand vanuit het hart komen en we moeten niet van boven opleggen van nou nu willen we in Amerika zijn of nu willen we dit, maar het is mooi, de kracht is als het echt uit iemand zelf komt. En hoe lang loopt dit project? Of is er nog geen einddatum bepaald? Ja, we hebben een doelstelling om 1 miljoen armbandjes wereldwijd te verkopen. En het gaat nu heel goed, maar we zijn nog lang niet bij de 1 miljoen. Dus, welke termijn hangen jullie eraan? Of, Nou, we hebben het idee om in Nederland het een jaar te laten lopen. Ja? En dat is gestart in juni van dit jaar, ja. Dus reken uit. En, maar misschien, kijk, we zijn een hele kleine organisatie en heel flexibel. Misschien dat we zeggen in juni van, nou het gaat zo goed. Of we hebben zoveel leuke initiatieven waar we nu mee verder kunnen dat we door laten lopen. Of dat het overwaait naar Duitsland. Dat het zo, misschien dat... Oké, nou klinkt interessant. Ja. Heel erg bedankt. We gaan naar de volgende gast. Is goed. En succes. Voor jullie, jullie ook succes. Oké, is goed. Dan wens ik je nog een fijne dag hier op Picnic. Ja, super. Jullie ook. Oké, is goed. Oké, dank je. Tot ziens. Heb je het niet heel koud geweest? Oké, wie ik ook even aan tafel ga hebben, is mijn productieleider, Sander. Sander, neem plaats. Neem plaats. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Welkom. Ging het allemaal goed? Het ging allemaal goed. Ja, ja. Ja, tot zover gaat het goed. Ja. Ook leuke gasten.
Ja, ja, zeker wel 3D. Ik heb vrij weinig van de content meegekregen, want ik was... druk bezig natuurlijk. Ja. Je bent heel druk bezig met andere dingen. Hoe heb jij het ervaren? Ja, goed. Ja? Het is roeien met de riemen die je hebt natuurlijk, maar dat is wel een leuk even. Nou, vertel even over de dingen die wel goed zijn gegaan en de dingen die beter kunnen. Dus niet de dingen die slecht zijn. Nee, dat is, ik ben altijd zo'n pessimistisch iemand, hè. Maar nee, het ging gewoon goed. Kijk, live ja. Zo, we hebben gezegd van nu opnemen en dat ging allemaal lekker toch? Ja, ja, in principe wel. Ja, ook wel lekker lopen. Ja. Maar ik hoop dat het morgen even wat beter weer is. Ja. En ook dat we even een vast plekje hebben. Heb je al rondgelopen eigenlijk op picknick? Ja, en ik moet zeggen dat ik het erg moeilijk vind om een draai te vinden. Waarom? En jullie, ja, ik weet niet. Ik was ook tijdens het lunchuurtje, dus het was ook niet iedereen in rep en roer. Maar ik weet niet. Ik ga morgen even uitgebreider kijken. Denk ik. Dat was vandaag nog vroeg. Ja, ik heb vooral gekeken bij de Amsterdam. Maar ik weet nog niet precies wat de inhoud al is. Dus dat gaan we nog even in verdiepen morgen. Morgen weer een dag. En jullie? Hebben jullie al kunnen verdiepen erin? Ja, nou, wij zijn vooral bezig geweest om te kijken of we interessante gasten konden vinden natuurlijk voor de show. Ja. Nou, het is gelukt. Ja, ik vond bij dat marktplaatje, dat vond ik wel leuke mensen en leuke ideeën. Klopt. En, ze zijn er dus echt een product aan het verkopen, begrijp ik. Ja, nou en eigenlijk probeer ook ideeën. Nou, ze niet zozeer verkopen, maar ideeën te krijgen van andere mensen. Dus netwerken onder andere. Netwerken eigenlijk, als het ware. Misschien hebben we een bedrijf die al verder is in een bepaald concept. Dat zij dan een beetje kunnen, informatie kunnen uitwisselen. Nou, wel leuk, want wat je net ook al zei, die ene meneer die hier zat, Damien was het. Ja, Damien zelf. Ja. Die was eigenlijk een beetje hetzelfde als zijn buurman qua product. Dus dat slaat wel aardig in elkaar. Staan ze naast elkaar de hele dag en ben jij degene die ze eigenlijk in contact brengt. Ja. Dat was zeker wel leuk. En voor de rest, het is koud. Wat ik al eerder zei, het is koud. Die andere meneer die ik zat naar hem te kijken en hij bibberde ook gewoon. Ja? De onderlip trilde, De onderlip trilde, dus dat was wel... Ja, het is ook niet... ik hoop dat we morgen lekker ons beter plekje hebben. Ja. Maar prima. Morgen weer een dag, toch? Zeker. Morgen weer een dag, ja. Dus kijk morgen weer. Goed. Ja, ja. Nou. Zelfde tijd, zelfde plaats. Ja, precies. Goed, Daphne. Okay. Dan gaan we afsluiten. We afsluiten. Bedankt voor het kijken. En kijk morgen weer. 2:30. Waarschijnlijk 2:30. Hopelijk 2:30. 2:30 gaan we de lucht in. Onverwacht nog een gast. We hebben onverwachte gast. Altijd welkom, altijd welkom. Bij Generate zijn ze altijd welkom. Hallo. Goeiedag, schuif aan. Kijk, dan blijf zo... ook lekker zitten. Ja, ik blijf ook gezellig zitten wachten, dan gooi ik de microfoon. Hoe meer zie je dan meer vrij? Even tussen ons door. Ja, dan Hi. Hi. Dankjewel. Vertel eens, wie ben je? Wat doe je hier? Mijn naam is Bob Baan. Ik zit in het mediateam. Dus de vrijwillige groep die hier eigenlijk wat doen wij? De social media verzorgen voor het verslaglegging van het event op digitaal platform. Zeg maar. En zijn er al veel mensen die gereageerd hebben? Er wordt druk getwitterd. Het is mensen die hier dingen posten, doen dat via hashtag. Hashtag picnic11. En we zien echt van alles verschijnen vandaag. Tot mensen die wat zeggen over bepaalde speeches die hier gebeuren. Ook gewoon leuke dingen, foto's die je ziet. Van alles en nog wat. Oké, dus er staat echt alles wat hier beleefd wordt, dat staat ook op Twitter. Staat ook digitaal, ja. Op Twitter, op Flickr. We hebben verschillende platformen. Spelen jullie daar ook dan heel veel op in als je dat weer ziet? Hoe bedoel je dat precies? Nou ja, bijvoorbeeld als iemand zegt, zeurt over de faciliteit of zeurt over de bepaalde dingen. Ja, er zullen ongetwijfeld negatieve dingen op Twitter staan. Waar spelen jullie daar dan ook in? Of juist positieve berichten, doen jullie daar wat mee? We proberen dat zo goed mogelijk van informatie te voorzien, mensen. Ze zijn het nog niet heel veel, klachten en dergelijke. Bijzonder weinig eigenlijk. Een paar technische probleempjes met de wifi bijvoorbeeld. Oh, en dan geven we aan... Als het fitter zit, is het toch al gelukt, neem ik aan. Precies, ja. Dat is natuurlijk sowieso waar, ja. Dat is wel goed, hè. Maar zelf, studeer je media? Ja, ik studeer nieuw media en digitale cultuur aan de Universiteit Utrecht. Het is een masteropleiding. En die houdt zich op theoretisch vlak bezig met de impact van media op de samenleving. En dat... heeft heel veel raakvlakken met wat hier ook veel gebeurt, hè? Urban screens, dat soort zaken. Dat zijn ook allemaal zaken waar wij op de opleiding ons mee bezighouden. Dus, En hoe ben je hier terecht gekomen als vrijwilliger? Via de Facebookpagina eigenlijk van die opleiding. Een van de organisatiemensen heeft daar een berichtje geplaatst dat ze op zoek waren naar vrijwilligers. En ik wist van picknick al af dat het vrij
toch een high profile evenement is wel. Ja. Ik dacht, nou, ik probeer het gewoon, kijken of ik daarbij kom. Dus, het is gelukt. Het is gelukt, ja, inderdaad. Heb je al 3 dagen doe je dit? Ik heb in principe één dag vrij, zeg maar, om rond te lopen, maar dan ben ik misschien ook wel een stukje aan het werken. Omdat Twitter, kijk, dat kun je toch altijd doen. Dus precies. Als je helemaal mee bezig bent, dan blijf je er ook niet van aan. Dan is het goed te doen, ja. En wat is je vrije dag? Mijn vrije dag is morgen. Dus, morgen, oké. Ja, dus je hoopt er beter weer dan wat lekkerder om te lopen. Ja, het is toch wat frisjes inderdaad. Heb je, ik neem aan dat je het programma feitelijk niet uit je hoofd kent, maar je weet er wel wat vanaf. En donderdag is vrijdag, dus morgen. Heb je nog bepaalde interesses wat totaal bij jou aansluit op het gebied van de Urban Futures? Ik had wel een aantal dingen. Ik heb vandaag was er sowieso iets wat ik eigenlijk wel wilde zien, maar door omstandigheden van het werken even niet kon zien. Was een spreker, Adam Greenfield. Die schrijft veel over, of die heeft een boek geschreven over Everywhere, heet dat. En dat is eigenlijk dat alles om je heen, waaronder de stad en dergelijke, steeds verbonden raakt met elkaar via technologie. Noem maar wat, televisieschermen in winkelramen, wifi-installaties in lantaarnpalen. Je kent het al, een stad die helemaal tot leven komt op digitale technologie. Synergie binnen de stad. En ik heb van hem ooit een boekreview geschreven. In mijn opleiding. Dus vandaar dat het me leuk had geleken om hem te zien, maar dat is helaas niet van gekomen. Maar hij spreekt niet morgen? Nee, hij is vandaag geweest. En er is vrijdag nog iets wat ik ook wil zien van een oud, niet echt collega van, maar iemand die ik ken van mijn stage. Die presenteert van de VPRO een nieuw programma wat ze gaan maken over datavisualisatie. Van Nederland, zeg maar. Dus ze proberen Nederland van boven te filmen en dan op die manier een soort datavisualisatie te incorporeren. En andere sprekers, weet je daar iets van? Kun je iets vertellen over sprekers die komen of weet je er weinig vanaf? Ik moet zeggen dat ik het programma, ik heb het on demand bij me, zeg maar. Dus als ik het nodig heb, kan ik het opzoeken. Maar ik app downloaden. Ja, precies. Ja. Maar uit mijn hoofd, helaas, nee, dan moet ik in schuld blijven. Dat is goed. Oké. Niet van je verwachten. In ieder geval bedankt dat je ons even te woord wilde staan. Ja, en jullie nog heel veel succes. Jij ook succes. Dankjewel. Hou ze in de gaten, zou ik zeggen. Nou, dan gaan we maar afsluiten. Ja. We hebben alle sprekers gehad. We weten heel veel van Picnic nu. Precies. En als je nog meer wil weten, dan blijf kijken. Blijf blog volgen. Dan krijg je foto's te zien. We blijven nog even online. We laten gewoon de camera lopen. Gaat het helemaal goed. Twitter dus mee. Houden we ook in de gaten. Nou, tot morgen. Tot morgen. Tot ziens.